met een kop koffie op een informele manier je problemen bespreken met een politieagent. Dit kan vanaf nu elke eerste maandag van de maand bij de McDonald's op de Staart. De eigenaresse van dit filiaal zag een YouTube-filmpje over Coffee with a Cop in Amerika en zag het wel zitten om dit ook naar Nederland te halen. Dus ik heb dat filmpje naar de politie gestuurd van jongens, vinden jullie er wat van? En zo is het gaan rollen. In mei ongeveer ben ik ermee begonnen. De politie vond deze samenwerking een goed idee, omdat er vooral in de wijk De Staart vraag is naar meer persoonlijk contact met agenten. Het heeft een beetje te maken met het feit dat we wat buurthuizen zijn kwijtgeraakt, waar we voorheen een spreekuur hadden, één keer in de week. En we wilden eigenlijk het weer eens nieuwe leven inblazen door in samenwerking met de McDonald's Dordt. Marijke Honing in dit geval, vanuit één centrale locatie op de Staart die mogelijkheid weer te bieden. Dat er behoefte is aan deze nieuwe manier van contact leggen, blijkt deze ochtend zeker. Een aantal buurtbewoners komt kennis maken met de agenten. Ik vind het juist heel belangrijk dat, dat de politie ook informeel contact heeft met de wijk als er niets direct aan de hand is. Dat je je wijkagent gewoon kent en ook gewoon met algemene vragen en kleine dingen kan aanspreken zonder dat er nou direct een belangrijke aanleiding is. Dit informele contact kan dus ook bestaan uit een kennismakingsgesprek met de wijkagent of gewoon een vraag. Iedereen is welkom met zijn of haar eigen verhaal. Over preventie, over buurtproblematiek, als buren ruzies en dat soort dingen. Ze zijn van harte welkom. Ook burgemeester Brok kwam een kop koffie drinken met de agenten. Hij is erg blij met dit nieuwe initiatief. Het is weer zoiets nieuws wat dan elders in de wereld al beproefd is, maar waarvan de ondernemer hier van de McDonald's dan toch maar op het idee komt om dat ook hier toe te passen. En ik vind het een hele makkelijke, toegankelijke manier voor de inwoners hier van de Staart en omgeving om in contact te komen met de politie, te vertellen wat er leeft, wat ze zien op straat en in de buurt. En ja, op een centraal punt ook in de wijk, zeg maar, voor iedereen goed te bereiken. Dus ik waardeer dit zeer dat de ondernemer dit initiatief genomen heeft. Voor de initiatiefnemers was de eerste koffie met een kop al een groot succes. Ik was vanochtend een beetje bang dat er heel veel politieagenten zouden zijn, dat het de pers zou zijn, maar dat er geen gewone burgers zouden rondlopen en dat we alleen burgers zouden verkopen. Maar er zitten heel veel burgers in het restaurant en ook heel veel mensen die speciaal komen om contact te hebben met de politie. Dus ik ben meer dan tevreden. De tafel is eigenlijk de aftrap met de bedoeling om het bekendheid te gaan geven. Maar ik zie nu al diverse bewoners van de Staart die binnendruppelen. En diverse collega's zijn aanwezig ook vandaag. En we zijn allemaal druk bezig. Dus dat is een goede insteek.